Hey, mag ik misschien precies dezelfde bestelling als die mensen voor mij? Dezelfde bestelling als de mensen voor jou? Ja. 180 euro. Hallo allemaal! Hallo! We zijn weer met... Christina! Gezellig! Zo gezellig. Nou, we zijn weer lekker aan het mukbangen. Ja, maar echt mukbangen. Dit is de tweede. Dit is de tweede, hier. Maar... we hebben echt heel veel condens op deze raam. Ja, het is helemaal beslagen. Dus mensen denken echt, wat gebeurt er in die auto? Nou, er wordt gewoon keihard gewerkt. Ja, we werken. Wat erg. We gaan dus weer even lekker een challenge doen. Ja. Want daar hou ik van. Ja, maar ik ben blij dat ik dat met jou doe. Want... natuurlijk ook weer iemand in de drive staan. En dat is niet zo. We zijn een beetje zenuwachtig dit keer. Want die bommen... Oh ja, want je hebt weer een hele scherpe bocht. Ja, want we moeten echt even draaien hier en... Oh, kijk, er gaat er nu één in. Oh, een Volvo. Oh nee, geen Volvo, een Volkswagen. Nee, precies dezelfde auto als dit. Volkswagen Up. Oh echt? Sorry, auto. We zijn wel een beetje zenuwachtig. Want... kijk, ik heb het helemaal niet meer onder controle, want alles viel. Wij waren dus net al door de McDrive gegaan voor de mukbang van Christina. Ja, dus check die ook even. Even check die inderdaad ook even. Oh, ik ben helemaal vergeten te zeggen. Ik had hier nog een lampje meegenomen. Oké, nou hier komen we. Oh, ik zie het al. Even kijken. Oh. Welkom bij McDonald's, wat vertel ik? Hey, mag ik misschien precies dezelfde bestelling als die mensen voor mij? Hetzelfde bestelling als de mensen voor jou? Ja. Dat was het? Ja, dat was het. 180 euro, mag ik doorrijden? Deze was leuk. Oh, dit wordt heel... Doe die lamp uit. Hoezo? Die jongen die ziet nou straks deze en camera en... Dat maakt toch niet uit? Ik ga aan de andere kant op kijken. Hetzelfde bestelling wat ze willen. Ja. Gelukkig geen 180 euro. Hij doet het wel. Nou ja, anders was het wel de challenge geweest, hè, meneer? Ja, dat wel. Je hebt niets voor zeggen. Dat is risico van het vak. Even storytime. Ja, even storytime. Maar ik ben wel echt blij dat ik met jou doe. Want jij vindt het dus echt prima om te doen. En ik schrijf het. Hoeveel wordt dat? 13,35. Oh, 13 euro. Dat is niet veel. Nee, is niet veel. Nou, maar steeds smakelijk. Mag ik misschien een bonnetje ook? Toch wel. Oh ja, maar je moet er niet op kijken. Ja, ik ga niet kijken hoor. Oh, ik zie dat ze drinken hebben. Fijn oh, dankjewel. Ja. Fijne dag. Oké, wacht, ik hou het nog even. Net waren we dus door de McDrive. Ten eerste ging het bestellen. Dat ging al niet. Nee, dat ging echt al heel moeizaam. Want hij snapte er niks van en wij snapten er hem. Crispy chicken. Nou, hij snapte er. Maar goed, wij komen dus hier ook bij dit. Komen we hier inderdaad aan. En hij gaat gewoon net nog niet onze auto. Ja, hij was zo aan het flirten. Hij zag Sarah. Hij dacht, oeh, wat lekker. Ja, ik was gewoon heel aardig. Ik zei, hallo, weet je, gewoon, ja, zo ben ik altijd. En gewoon, hij ging bijna met zijn hoofd zo door dat raampje. Oh, you look beautiful today. Dus ik zo, ja. En ik had gelukkig al betaald. Ik rijd meteen door. Hij was ook, hij was heel raar. Hij was echt, ik dacht echt, je bent een beetje nu in mijn aura. Kan je even Ja, hij was echt flink in je aura. Blij dat hij er niet stond, want hij had dit ook niet begrepen. We zeiden nee, wel, als wij nu moeten gaan zeggen, mogen we dezelfde bestelling als de mensen voor ons? Ja, dan gaat hij het niet begrijpen. Het is goed gekomen. Ja. Het was 180 euro. Wat moet je hebben? Dat weet ik. Twee cappuccino, volgens mij. Cappuccino, nog meer, toch? Nog meer, cappuccino. Oké. Zeker, even zitten wachten. Ja, dat kan. Hebben we koffie? Lekker! Ja, dat zag ik wel staan. Ik zag wel staan, natuurlijk. Oh, hij moet ook wachten. Ja. Oh ja, tuurlijk. We hebben hetzelfde. Ze zullen wel denken, dat is toevallig. Hey, cheers, bitch. Staat niet. Hebben we nou twee cappuccino of wat is het nou? Wat hebben we? Ja, dit is cappuccino met melk. Ik hou niet van warme melk. Ik hou van haverkapuur. Ja, daar hou ik ook van. Maar hebben ze dat hier? Oh, wat gaat hij nou doen? Hij gaat weg. Hè? Hij gaat gewoon echt weg. Volgens mij waren het wat oudere mensen, zag ik. Ik zag namelijk een man met een brilletje. Kan jij er überhaupt wel iets van eten? Oh, het is nog best veel. Cheeseburger, twee nuggets, cappuccino, geen cookie, jammer. Jij mag er niks van eten. Nuggets en een cheeseburger. Bij de koffie hebben ze dat dus besteld. Oké, nou, ik heb wel een lekker cappuccino. Nee, ik kan inderdaad helemaal niks eten. Wat stom! Maar cheers, ja. Denk ik. Cheers. Weet je, we hebben net echt al heel veel gegeten, dus dat scheelt. Het is niet dat we honger hebben. Nee, dat maar niet. Het gaat wel leuk om de challenge. Ja, dat wel. Oh, maar... ik mis wel een beetje suiker. Ja? Ja, het is echt zo'n automaat koffie. Oeh, ja. Ja, maar dat komt omdat ik drink ook altijd havermelk en dat is volgens mij best wel zoet van zichzelf. Ja, en als het dan met normale melk is, dan vind ik het zo... Als het dan met koemelk of weet ik veel melk is, dan is het altijd heel bitter. Ja, maar ik hou dus niet van warme koemelk. Dat is echt... Heb je dat daarvoor ook nooit gedronken? Nee, want toen dronk ik nog helemaal geen koffie. Oh.
Jij bent pas koffie gaan drinken sinds de havermelk. Nou, nee, maar ik drink nog helemaal niet zo lang koffie. Ik drink het nog maar 3-4 jaar of zo. Ja, ik ben dus echt koffieverslaafd als ik 16 ben. Oh ja? Maar dat komt echt door mijn moeder. Mijn moeder is ook zieke cafeïne addict. Huh? Bewegen we nou? Wow, ik dacht Nee, die kilo die komt eraan. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ja, dankjewel. Fijne dag. Oké, nou. Oké, even een thumbnailtje. Oh nee, ik bouw echt een foto. Geen idee, ik sta de hele tijd met mijn mond open. Ja, ik vind het altijd zo kut. Oh, het zijn wel veel nuggets. Oh, twee keer nuggets. Dat kan toch nooit 13 euro zijn? Twee nuggets, een burger en twee koffie. Ja, dat is echt 13 euro. Zijn we weer? Ja, zijn we weer. We're back! Nou, lekker. En toch nog even een kop koffie, want dat heb ik vandaag nog helemaal niet gehad. Oh, nou ja, kijk, ik ben dus echt zo koffieverslaafd. Mijn dag start niet zonder dat ik eerst koffie heb gehad. Nou, een van de goede voornemens, dat is mijn video mee geëindigd. Ik wil eigenlijk echt minder koffie drinken. Beter omdat spirituele mensen, die drinken ook niet echt koffie. Nee. Want ja, cafeïne is gewoon... En het verhoogt heel erg je stress. Ja. Cortisol. Ja, dat is... ja, ik weet het allemaal. Maar het boeit me echt even lekker. Want ik maar als je er geen last van hebt. Zo lekker. Ik vind het gewoon zo lekker. Ik vind het ook lekker. Daar niet van. Maar omdat het je cortisol verhoogt. En ik echt zoiets heb van... Ja, weet je, ik ben ook een dagje ouder. En ik heb haaruitval nu tegenwoordig. Oh, echt? Ja, echt immens. Dus jij bent helemaal in een... Oh, ik zag je hair journey met... Silk Solution. Ja, ik ben dus begonnen. Vind je het niet goor? Ja. Ik ben dus een keer van over mijn nek gegaan. Ja, dus ja, want het moet ochtends ook direct als het eerste. Op lege maag. En ik had ook andere supplementen genomen. En volgens mij ging het helemaal borrelen. En toen werd ik zo misselijk. Toen dacht ik echt, ik moet gewoon nu mijn vinger met keel steken. Want ik word zo misselijk. Ik werd gewoon draaierig misselijk. Alles. Ik dacht, ik moet er nu uit. Sindsdien nooit meer. Nee, snap ik. Want jij bent nu echt getraumatiseerd. Maar ik moet zeggen, ik ben een beetje bang. Want ik hoor zoveel uiteenlopende verhalen en ervaringen. Van mensen die juist zeggen, oh, dat heeft me heel erg geholpen. Of juist, oh, ik heb alleen maar meer haaruitval gekregen. Dus echt geen flauw idee wat ik ga doen. Nou ja, er schijnt dus wel een smaak te komen op de Silk Solutions. Dus een smaakje. Oh. Dus iets van sinaasappel. Of dat ze iets gaan toevoegen aan die goede... Maar of het goed voor je is, ja, het is gewoon een vitamine. Ja, waarom zou het niet goed zijn? Ja. En toen dacht ik, ja, misschien... Want sommigen zeggen, ja, maar als je hiermee stopt, dan bla bla bla. Dus ik dacht, misschien moet ik het niet elke dag gaan drinken. Maar bijvoorbeeld om de dag of om de 3 dagen. Ja, gewoon dat je het wel in je neemt. Precies, maar niet elke dag. Ja. En doe je ook rozemarijn en zo? Ja, in principe wel. Ik heb nu even deze... week geslekt, want... Ja, ik wil daar dus ook mee starten. Maar maak je het dan ook zelf? Ik maak het zelf, Dat ga ik denk ook gewoon bij de supermarkt rozemarijn en dan kook ik het. En dan heb ik dat water. Het helpt ook heel erg bij mijn eczeem om dat rustiger te krijgen. Ja? Het ruikt zo naar kip. Zo, het ruikt heel erg naar kip. Normaal overnemen die frietjes echt de overhand. Er zit nu geen friet bij, dat vind ik jammer. Nu kon jij helemaal niks eten. Ik eet dus geen vlees even voor de mensen. Oh mijn god, is dit ook natuurlijk zo. Sweet and chili, ja, natuurlijk. Alle saus zit erin. Hoezo zo? Wow, ik heb het helemaal niet zo gezien. Oh, je had alleen nog de frietsaus. Ja. nu kan jij helemaal niks eten. Ja, dat geeft. Ja, het is wel een mukbang, dus dat is eigenlijk wel heel kut. Ja. Maar ja, wat kunnen we doen? Ja, ik had wel één keer, even storytime. Nou. Ik was met een Tinder-kerel aan het... Ja, we hadden elkaar een paar keer gezien, maar ik wist dat ze toch niks in, bla bla bla. Ja. Ik wilde dus niet met hem in de stad gaan afspreken, want dat wou ik gewoon niet. Dus ik zei tegen hem, want hij had een auto en ik zeg, oh, is mijn stukje gaan toeren? Ja. En ik was best wel brak, dus ik had zin in de McDonald's. Toen stonden we dus bij de McDrive en we konden dus daar waar je moet betalen, konden we in één keer doorrijden. Het ging heel raar, er was iets. En toen hebben we doorgereden en toen kregen we een bestelling en toen zijn we weggereden zonder te betalen dus. Echt? Ja, maar eigenlijk... Toen kwamen we dus achter dat we niet onze bestelling hadden. Dus ik denk dat wij hun hele systeem toen
helemaal... Ja, toen ging het helemaal fout. Helemaal fout. Omdat wij dus niet hebben betaald. Ja. Maar er stond niemand. Niet doorgekomen. Het was zeg maar dicht. En we dachten, nou, we rijden wel door naar de volgende, like whatever. We dachten niet eens echt. We reden gewoon waar het open was. En toen kregen we gewoon een bestelling. En toen zijn we gewoon met gierende banden weggereden. En toen zaten er dus kipnuggets in. Ik ga stuk. En ik eet natuurlijk geen vlees. Hij had er ook niet echt zin in of zo. Maar ik eindigde met die kipnuggets bij mij thuis. En ik ben dan ook zo iemand die denkt van... Ja, hier is er al een kip voor dood gegaan. En nou ja, laat ik het dan maar gewoon eten. Ja. Toen heb ik dus die kipnuggets opgegeten. Uh-huh. Ik heb denk ik 3 dagen lang zulke heftige buikkrampen gehad. Nee. Ik zweer het. Ik was er echt doodziek van. Wow, wat heftig. Maar ik heb... En ik eet heel veel kip. Maar ik weet dan ook weer precies wat mijn reden was om met vlees te stoppen. Ik heb heel veel buikpijn van vlees. Ja? Dat was mijn reden om te stoppen. Want ik ben en lactose intolerant en blijkbaar vlees intolerant, fatnoos. Maar ik was toen gestopt met zuivel helemaal en ik had nog steeds buikpijn. En toen ging ik echt onderzoeken van oké, wat is nog meer heel zwaar op je darmen en op je alles. En toen was het van vlees is gewoon heel zwaar om te verteren. Toen ben ik daarmee gestopt en toen was mijn buikpijn verdwenen. Bizar. Ja, dus je kan gewoon echt niet... Gewoon jouw lichaam kan het gewoon niet verteren. Nee. En dat is raar of zo. Ja, misschien dat ik het af en toe, weet je, kijk, een McNugget is natuurlijk niet echt een goed stukje vlees. Maar misschien dat ik het, af en toe zou kunnen... Maar het is niet iets wat ik graag zou willen. Nee. Want ik moet zeggen, heel soms als ik echt smoor bezopen ben, dan eet ik wel een kebab met kip. Ja? Heel soms wel, ja. Alleen, ik vind wel, mijn lichaam reageert daar op een of andere manier aan. Op... Nou, maar ik denk ook omdat je het ook nooit eet. Ja. Ik denk je lichaam echt, wat doe jij? Ja, dat. Kunnen wij niet. Maar ik eet denk ik gemiddeld, want ik ben in 2017 gestopt met vlees eten. Ik denk dat ik gemiddeld 1 keer per jaar een hap of een dus kip kebab op heb. Of dus zo'n kipnugget dan ineens. Ja. Maar niet meer dan dat. Nee. Ja, ik eet echt heel vaak kip. Bijna elke dag denk ik wel. Ja, nou ja. Maar ik eet het omdat het erg goedkoop is. Hoe is dit? Kom je trouwens van kipnugget en een koffie? Ja. Want dat hebben ze besteld, hè? Het is interessant, ja. Maar ik kan koffie echt met alles eten, dus... Weet je, maak jij eens. Ik was stuk om jou. Het is wel een beetje bijzonder, ja. Maar ik vind koffie altijd... Ja, je mag het mij altijd geven. Hier staat ook gewoon nog letterlijk een koffiekopje van vanochtend. Oh maar. Ja, nee, lekker. Maar ik heb eigenlijk een hele leuke mededeling voor mijn volgers. Ja. Ik heb het nog helemaal niet met jullie gedeeld, maar dus wel een video van Christina. En toen dacht ik... Ik moet dit ook gewoon even met jullie delen natuurlijk. Ik ga namelijk verhuizen. Nou, dit had echt niemand aanzien komen denk ik. Want ja, ik zit echt helemaal op mijn plek nog bij Cecile. Maar ik heb dus een hele mooie kans aangeboden gekregen om een eigen appartement in Amsterdam, best wel dichtbij waar ik nu woon, om daar te gaan wonen. Dus dat ga ik doen. En bijna al... 20 februari. Hoeveel is het nu? De 5e. Oh, je hebt 15 dagen al. Ja, 2 weken. Oh, dus ik ben helemaal bezig met... Ja, mijn huis is nu al chaos gewoon. Ja, snap ik. Ja, dat zei je ook, ja. Ja, want ik ben al meteen... Als ik weet dat ik ga verhuizen, dan sla ik meteen door. Dus dan ben ik ook al... Ik heb allemaal dingen al besteld ook, wat ik dan in mijn nieuwe huis wil. Ja, ik snap het wel. Maar ik snap het wel. Je bent toch aan het voorbereiden? Ja, ik ben helemaal mentaal gewoon... Ik denk, het gaat alle kanten op. Maar ook iets heel leuks, want later dit jaar ga ik waarschijnlijk ook met Stan erin. Dus helemaal spannend en helemaal leuk. Ja. Ja, dus het wordt helemaal ander leven, jongens. Ik werk niet meer. Ja, verhuisvlog, verhuis TikToks. Ja. Helemaal zin in. Lekker inrichten. Ja, leuk. Ik ga jullie helemaal meenemen. Dus nu wordt het echt mijn eigen plekje. Want dit huis is ook van mijn huisgenoot. Ja. Het is niet van haar, maar zij huurt het. Ik ben onderhuurder, weet je. Dat is in die Ik snap je. Dus dat wordt echt van jou. Ja, dat wordt helemaal van mij. Ja, helemaal dus, leuk. Helemaal zin in. Ik heb er ook echt zin in, want ik zei nog tegen jou van... Oh, ik had wel zin in zo'n Cook With Me video. Ja! Met die noedels. Want ik kijk dan hoe jij die noedels maakt en ik kwel. Ja, maar het is niet normaal. Dus ik wil zeg maar dat jij als de guru van de noedels mij leert hoe ik dat moet maken. Ja. Dus dan gaan we dat doen als jij helemaal ingegaan bent in je huis. Dat is leuk. Ik heb nu ook niet echt een tuurlijk eettafel en zo. Nee, precies. Maar het is allemaal heel klein en... Nou, het is niet klein, maar gewoon niet handig ingedeeld en... Gekut. En dan heb ik gewoon lekker echt een vak met je eettafel voor een raam. Kan ik van goede mukbangs filmen. Lekker keuken. Ja, dat is een goeie. Ja, dat is leuk. Dat is beter. Dat is leuker. Wat gaan we doen? Nou, ik ben helemaal benieuwd naar jouw verhuisvlogs en je alles. Maar, is dat wel veggie? Wat?
Die carbonara noedels. Of een noedeltje. Zit er vlees in? Nou, maar... Ja, er zit wel zuivel in, maar dat maakt niet uit. Ja, er zit wel echt kaas en room en... Ja, maar ja, weet je, dan heb ik gewoon één dag zit ik wat langer op de wc. Ja, ik denk dat je wel echt heel even lekker gaat zitten, hoor. Want het is zo pittig, dus... Oh ja! De volgende dag... Het wordt gewoon een goede reiniging. Ik dacht dan nog een dag vrij nemen. Nee, zoals ik het heb gegeten. En echt die volgende dag, dan zit ik al te wc en denk ik, dit is echt niet goed. Het is echt niet goed. Het is ook echt wel heel slecht voor, ja. Ja, het ziet er ook zeg maar uit alsof je, nou, ik weet niet wat eet, maar... Ja, maar het is wel echt lekker. Ja, het lijkt me dus ook heel erg lekker. Maar ja, kun je tegen spicy? Ja, ik vind het wel lekker. Ja, want ja, ik hou overigens heel erg van spicy, maar als je echt heel dat zakje erin doet, dan ga je echt dood. Nee, oké, kijk, dat hoeft echt niet. Nee, dat hoef ik niet. Met traanogen. Mm. Ja, leuk voor de video, maar niet leuk voor mij. Nee, maar dan kan je het ook niet lekker eten. Nee, precies, want ja, dat heb ik soms ook, hè. Want soms dan proef je gewoon niks anders dan wat pittig is. Nee, daarom. Dus, nee, dat vind nou, ik ben echt helemaal excited. Ja, dat gaan we doen. Hoe laat is het nu? Oké. Oh, we moeten zo pleiten. Ja, ik moet wel over een paar minuten gaan. Ik ga stuk. En deze meid echt afspreken. Ging al moeilijk. Ja. Ja, maar ik ben echt soms zo een chaos. Ja, nou ja. Ik plan altijd 501 dingen op één dag. Dus, en dan denk ik ook dat het me lukt. Ja, dus. Weet je, je kan gewoon je best doen. Ja. Het is prima. Ik had gewoon, ik weet je, dan ben ik, was ik met een vriendin en ik heb dan met haar dat lesje geboekt. En zegt ze, oh, kan je maandagmiddag? Denk ik, oh ja, maandagmiddag. Ja, dat kan wel, want in de ochtend ga ik filmen. Maar dan denk ik, ochtend, nou, voordat je elkaar ziet is het alweer 2:30. Klopt. En ik had het om 4:30 geboekt, maar normaal word ik altijd om 5:00. Oh, dus ik snap niet waar het een soort fout is gegaan. Ja, ik dacht, oh ja. Nou ja, weet je, maakt niet uit. Ik zit zo vol. Ik heb gewoon 3 kipnuggets op, maar ik trek het niet meer. Ik wou net zeggen, want jij moet zo sporten, dat komt er al uit. Ja, ik ga rennen, hè. Holy shred. Ik kan dat niet, hè. Want echt, als ik zeg maar s'avonds ga sporten, eet ik echt 4 uur van tevoren al niet. Want ik word misselijk. Ja? Ja, ik denk dat ik straks ook wel echt even op de... Dat denk ik. Ik denk dat het wat voor lesje ga je doen? Rennen? Holy shred. Dus dan ga je in blokken van 6 minuten. Dus 6 minuten rennen en 6 minuten... oefeningen met gewichten doen. Dus dan ga je echt gewoon op helling, sprinten op 14, 16 en dan ga je, nee. Ja, het is echt fucking chill, maar fucking hell. Hoe lang doe je dat dan? Een uur. Een uur? Oh mijn god, meid, succes! Ja. Jezus! Ja, het is echt geen goede planning. Het is echt de kutste planning die ooit kwam denken, maar vanochtend kwam ik erachter en toen dacht ik, ja, je moet 12 uur van tevoren kan je het maar cancelen. Maar is dat via ClassPass of zo? Oh, en anders kost het je punten. 16 euro. Dus vorige week was ik ziek. Toen was ik het dus ook vergeten te cancelen. Toen was ik ziek. En toen had ik gecanceld, moest 16 euro betalen. Ja, ik ga niet weer 16 euro. Nee, dat snap ik. Oh, wat een heftige regels heeft die ClassPass. Ja. Ja, misschien verschilt het ook per sportschool, hoor. Welke regels dat zou hebben. Kunnen. Ja, maar want daar... ik kan mijn sporten letterlijk 5 minuten van tevoren nog cancelen. Ja, dus wij zijn wel heel flexibel. Ja. Waar zit jij bij? OneFit. Nee, oh, ik zit gewoon bij zo'n sportschool dat ook alleen maar groepslessen heeft. Oh, wat top. Ja, ik hou van groepslessen. Ja, ik ook. Anders doe ik het ook niet. Ik sport anders niet. Nee, dat heb ik dus ook. Of ik heb echt iemand die zegt, oh kom, we gaan echt samen leg day doen. Nou, oké, prima. Ja. Maar ik ga niet in mezelf in mijn eentje een upper body en een leg day. Nee. Ik moet er echt doorheen. Maar ja, aan de andere kant is het dus ook wel weer, doordat je het dus 12 uur van tevoren kan cancelen, moet je echt gaan. Ja, dat is waar. Je moet gaan. Dat is waar. Want heel vaak heb je zeg maar... van vrijdag op zaterdag of zo, dat er zaterdag in één keer heel veel mensen afhaken, want dan zitten ze aan de borrel. Ja. En even dit, en even dat. Weet je wel, dus dat heb je wel echt heel veel. Ja. Maar ik vind het wel heel chill dat dat zo flexibel is. Ja, dat snap ik wel. Maar goed, dan moeten we er een einde aan brengen. Ja. Ja, echt de kortste mukbang zonder eten ook. Alle het was, tijden. Kan je het een mukbang noemen? Het was gewoon... Ja, we moeten om het goed te maken, doen we de volgende keer echt even goede. Ja. Maar ja, anders kan je altijd nog naar mijn kanaal. Ja. Kijk, anders maar gewoon een mukbang van Christina. En dit was gewoon even gezellig thee. Dit was even snelle update. Ja. Ik ga verhuizen. Ik ga verhuizen. En ik sport. Jullie kijken allemaal even hoe het leven loopt. Ik sport en ik ga verhuizen. Oké, nou, weet je, meiden, dames en heren. Jullie, ik kom binnenkort weer met een goede mukbang. Met een goede mukbang. Nee, maar het is ook wel gewoon echt mijn geschenk. Dus. Meid, het is niet anders.
Was gezellig. Volgende keer gaan we... Ja, het was wel gezellig. Dat wel. Volgende keer gaan we lekker, lekker noedels maken. En eten. Eten. Is goed. Heel goed. Nou, vergeet zeker dus niet de video op Christina haar kanaal te bekijken. Yes. Haar kanaal te abonneren natuurlijk. Duimpje omhoog. Als je het toch nog ergens leuk vond. We weten dat kutvideo's is. Dan ga maar gewoon haten. Weet je, het kan allemaal. Nee, grapje. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...